plaats. Hop. Ik ben er vandaag helemaal klaar voor. Maar zijn de Rode Duivels klaar voor mij? Dat gaan we zo meteen zien, want ze dagen elkaar uit in de Kerkhofkoekhal. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook het niet meer doen. Die tortilla kan dat aanmaken. De spelregels zijn simpel. Twee Rode Duivels krijgen 15 minuten de tijd om hun chefkok Bartel te overtuigen van hun kooktalenten. Als het echt misgaat, mogen ze hem ook inzetten als joker en dan biedt hij 1 minuut zijn hulp. En ik zal gewoon de scheidsrechter zijn. Op links, Mats Sels. Op rechts, Yannick Carrasco. Op het menu staat tortilla de patatas. Een Spaanse en hartige klassieker. Alright, we gaan een tortilla maken. Oké. Okay. Mats, Yannick, klaar? Ja, ik ben al bezig. Shit, 3, 2, 1. Oké, okay, let's go. Jij hebt al een tortilla gegeten ook, hè? Maar dat is een van je lievelingsgerechten, hè? Ja. Bartel ook, wist je dat? Ah nee, sorry, niet van Bartel. Van de bondscoach. Zo goed. Dus als je punten wilt scoren, Yannick? Voilà, als je punten wilt scoren, inderdaad. Moet je mijn tortilla komen eten? Of niet? Zo, Yannick. Heel snel, jij. Ja. Ik denk dat Yannick niet boos wilt zijn op zichzelf straks. Wereldrecord tortilla. Ik denk dat jij het ietsje beter kunt dan wat je zei. Ik leer snel. Ja. Alright, bij Yannick zit alles al in de pan. Bij Mats nog niet, maar het komt goed, hè? Hé, Mats? Gaat goed komen, ja. Oké, okay, bij Mats zit ook al alles in de pan. Chorizo is heel zout. Ja. Want ik laat hem maar. Oké. Ja, de ene mens eet liever wat zouter dan iemand anders, hè? Ja. Klopt wel. Ja. Bartel, eet jij graag zout of niet? Niet te. Ik graag zout. Ah, voilà. Ja. Allee, kom, doe er nog wat zout bij. Dat ga ik ook het niet meer doen, dat durf ik het niet meer. We hebben nog 3 minuten, dus ik hoop dat wij geen rauwe uitjes gaan eten, hè? Oh, die tortilla kan pot aanmaken. Alleen maar gaten erin. Oké, we gaan al flippen aan één kant. Ja, en nu? Oh, wow! En nu? Oké, en nu verder omdraaien. En flip it! Woe! Ja, mocht dat komen van mij. Als dat niet lukt, dan is het niet. Nee, kom. Gewoon. Hoep! Rakatak. Rakatak. Allee, snel. Oh, wow! Laatste 30 seconden. Oké. FC Sauce Game. 5, 4, 3, 2, 1. Handen omhoog. Het is gedaan. Oké, Bartel, het is tijd om te proeven, hè. Hier hebben wij dus YC van Yannick Carrasco. En nu gaan we over naar het bord van Mats. En de winnaar is... Yannick Carrasco! Pop! Merci. Dat is heel erg goed. Ja? Echt? Voordat jij proeft, krijg jij van ons een gouden lepel. Je mag de gouden lepel vastnemen. Bedankt. Heel veel bedankt. Jij ten eerste en Bartel, heel veel bedankt om mij te helpen. Doe jij het beter dan Mats Sels en Yannick Carrasco? Ontdek het volledige recept op carrefour.be.